Het was een sportweekend, boordevol, straffe Belgische prestaties. Wij overlopen de opvallendste. Vijf dagen lang verzorgden Remco Evenepoel en Wout van Aert de show in de ronde van de Algarve. En dit weekend zette Remco de kers op de taart. Hij stak voor de derde keer het eindklassement op zak. Allebei wisten ze ook één rit te winnen in het zuiden van Portugal. Vooral de tijdrit was een enorme opsteker voor Evenepoel. Hij domineerde de etappe op een enkel blad, dat belooft voor de Spelen. Een slordige 800 kilometer naar het westen, in Calgary, Canada, heeft Bart Swings zijn wereldtitel op de massastart met succes verdedigd. Swings wordt zo nog maar de tweede schaatser ooit die 2 jaar op rij de wereldtitel op de massastart weet te pakken. In Egypte waren dit weekend alle ogen gericht op Nina Derwaal. Onze nationale turntrots maakte er in de eerste wereldbeker van het seizoen haar comeback na 1,5 jaar blessureleed. En hoe? Ze pakte meteen goud op de balk. De 16-jarige Erika Pinkste werd knap tweede. Wat de Olympische Spelen betreffen, laten de regels maar 1 gymnaste toe per toestel van hetzelfde land. Zo zijn clubgenoten Derwaal en Pinkste dus wel concurrenten voor hetzelfde Olympische ticket.